Ja, de gemeente Middelburg heeft een enorme prestatie geleverd. Jullie hebben als gemeente op het gebied van toezicht en handhaving, waar het gaat om energiebesparing, echt heel veel bereikt. Dat hebben jullie ook bereikt dankzij de bedrijven die met elkaar hebben gerapporteerd, conform de informatieplicht op het gebied van energiebesparing. En als je kijkt naar het percentage van de bedrijven die dat heeft gedaan in Middelburg, dan is dat wel geteld 98% van de bedrijven. Dat is echt enorm. En dat is echt, dat is deze beloning echt waard. Wij vinden het van belang en wordt eigenlijk bevestigd. Hè. We moeten verduurzamen. We hebben energiebesparing nodig om de uitdagingen voor de komende jaren voor elkaar te krijgen. En daarom hebben we hier fors op ingestoken, omdat sommige dingen ook redelijk makkelijk te bereiken zijn en te realiseren zijn. En wat we dus gedaan hebben is inderdaad die bedrijven ook nadrukkelijk bevraagd en uitgedaagd om dat te gaan doen. We hebben echt ambtenaren gehad die daar bij heel veel bedrijven voor langs gegaan zijn. En als je dat op die manier doet, dus heel erg erbovenop zit, dan merken die bedrijven ook dat ze daar niet alleen voor staan, maar dat ze daar hulp in krijgen, dat er in meegedacht wordt voor hun. En dan zie je ook dat dit soort dingen mogelijk zijn. Maar weer hadden we niet echt precies zo. Ja, het pand van het Zeeuws Archief is een 18e eeuws monumentenpand. Maar het is heel lastig om hier goed energiezuinig te leven. Wat we nu hebben gedaan is 781 zonnepanelen uitgevoerd. We hebben gezorgd dat de machines voor de depots energiezuiniger zijn en alleen op vragen reageren en niet altijd aanstaan. Maar we hebben voor het 18e eeuwse pand zelf hebben nog een enorme uitdaging. We zijn vanochtend gestart met de uitreikingen van het. Dat hebben we op locatie bij de laadpaal gedaan. Maar vandaag hebben we vooral gebruikt als gemeente om naar het ministerie te laten zien wat we voor specifieke problemen in Middelburg hebben, waar we tegenaan lopen in die verduurzamingsopgave die we met elkaar hebben. En ja, dan is het fijn om in zo'n bezoek nog eens wat dingen uit Middelburg mee te geven. Ja, hoe gaan we nu verder? We hebben behoorlijke ambitie in Middelburg om op dit vlak aan de gang te gaan. Dat hebben we de afgelopen jaren goed gedaan. Maar ik wil nogmaals heel erg oproepen richting bedrijven die ons daar geweldig bij geholpen hebben om ook de komende jaren daar vervolgstappen te gaan zetten. Dus wij geven het goede voorbeeld door panden die we in ons eigen bezit hebben, zoals zo'n pand als dit, om daar verduurzaming stappen te zetten. Maar als bedrijven daar ook ambities hebben, dan roepen we ze graag op om zich bij ons te melden. En dan gaan we graag in gesprek en helpen we ze daar graag bij.